Laura, wat een finale. Ja, inderdaad. Ik had wel gehoopt op een winst dit weekend. Maar om zo te winnen was toch wel echt heel gaaf. Ja, voor het thuispubliek. Je ging volgens mij als tweede de bocht in. De eerste bocht achter Caroline Buchanan. Ja. Maar het laatste stuk haalde je Caroline in. Er kwam nog ergens iets vandaan. Ja, inderdaad. Nou ja, op het derde stuk had ik al door dat ik iets op de inliep. En dat was dus de enige kans was nog op dat stuk om er voorbij te gaan. Dus ik probeerde mijn snelheid te houden en uit de bocht nog iets te versnellen. Zodat ik op het laatste stuk sneller kon gaan dan haar. En ik kwam langs eruit en op de finish, net de lunch zeg maar, naar de finish toe was net iets beter als die van haar. Dus het scheelde haast niks, maar ja, een winst is een winst natuurlijk. Dus super blij. Ja, de winst voor het thuispubliek. Het publiek is gigantisch vandaag. Ja, dat is echt super gaaf om hier te fietsen. Met het publiek achter je zo. Nee, je staat aan het starthek en ze staan al helemaal te schreeuwen voor jou natuurlijk. Dat geeft al een extra kick als je daar staat. Nou, toen kwam ik over de finishlijn. Normaal hoor ik het wel op het laatste stuk, maar ik was nou alleen maar aan het focussen op kom op. Dat laatste stuk nog even goed doen. En dan, toen kwam ik over de finishlijn en ik wist dat ik had gewonnen. En het publiek gaat helemaal los. Dat is echt super gaaf. Gefeliciteerd. Dankjewel.